Voor een operatie is het belangrijk om zo fit mogelijk te zijn. Dat voorkomt verdere complicaties. Na een zware operatie begint de revalidatie en het herstel. In het direct naast het strand gelegen zorghotel De Kim wordt gezorgd voor een snel en aangenaam herstel. Of een preventief verblijf om zo gezond mogelijk een operatie in te gaan. Het hotel biedt haar zorggasten gezonde, biologische maaltijden, comfortabele kamers en in-huis fysiotherapie. We proeven vandaag samen met hen de gezonde, frisse zeelucht. Zorghotel heeft een heel bijzondere plaats in de zorgketen. Aan de ene kant slaat het de brug tussen het ziekenhuis en thuis. Aan de andere kant kan het ook juist een voorbereiding zijn op een ingreep, waarbij je zorgt dat je fit en gezond de ingreep ondergaat, waardoor je weer sneller herstelt. In het zorghotel kun je terecht voor de zorg na een operatie, een knie, een heup. Je kunt ook prima terecht als je denkt thuis van het is heel zwaar met de mantelzorg. Dan kom je lekker samen. Je kunt in het zorghotel terecht als je zowel geestelijk als lichamelijk even niet zo goed in je vel zit. Want in een zorghotel vind je de diverse disciplines, waaronder een diëtist, een ergotherapeut, een fysiotherapeut, complementaire zorg, pedicure, reflextherapeut. Dus in principe heb je een heel breed palet, waardoor er voor iedereen individueel wel wat te vinden is in een zorghotel. Ik vind het verblijf hier bijzonder prettig. Het is niet de eerste keer dat ik hier ben. Ik heb meerdere operaties gehad en daarna ben ik altijd hier geweest voor revalidatie. Ik ben erg gelukkig met een zorghotel, omdat je daar je eigen leven kunt leiden. Je kunt je sociale leven leiden, je kunt mensen uitnodigen. En je hebt ook nog het gevoel, want we zijn hier dicht bij de zee, dat het een beetje vakantie is. We zien dat er een enorme druk ligt op het beheersbaar houden van de kosten in de gezondheidszorg. En daarmee ook op lichtduurverkorting in bijvoorbeeld de ziekenhuizen. Een zorghotel kan bijdragen aan het beheersbaar houden van die kosten door ervoor te zorgen dat mensen die uit het ziekenhuis komen, kort na hun operatie, hier volledig hersteld weer zelfstandig terug naar huis gaan. En daardoor dus minder thuiszorg nodig hebben. En aan de andere kant, voordat iemand een ziekenhuis ingaat, kan hij ook in een zorghotel verblijven om fit en gezond te zijn. En zodanig de operatie te ondergaan en daardoor ook korter in het ziekenhuis te hoeven verblijven. En op die manier dragen wij als zorghotel ook ons steentje bij. We zien een enorm toenemende vraag naar zorghotels. En dat komt aan de ene kant omdat de lichtduur in de ziekenhuizen steeds korter wordt. En aan de andere kant er enorme druk is op de thuiszorg. Niet iedereen heeft mantelzorgers thuis of is al aan toe om zelfstandig thuis te functioneren na een ingreep. En men gaat dan op zoek naar een alternatief. Dan is een zorghotel een mooi alternatief, want daar krijg je zowel zorg als ook begeleiding. Je verzorging is in orde en daarnaast kun je samen met anderen herstellen. En daar is er steeds sterkere behoefte aan.